woord is aan de heer Van der Staaij. Dank u wel, voorzitter. Ja, die tweede golf van besmettingen. We hadden gehoopt dat het niet zou gaan gebeuren. Maar wilden er natuurlijk wel ernstig rekening mee dat het kon gebeuren. En de vraag vandaag is, zijn we nu voldoende voorbereid? Het antwoord is helaas nee als je kijkt naar het testen en bron- en contactonderzoek. Het is cruciaal dat we in deze fase in de gaten houden hoe en hoe snel het virus zich verspreidt. En dat was en dat is een hoeksteen van het beleid. Iedereen met klachten testen, bron- en contactonderzoek. En precies dit staat nu onder grote druk. En de vraag is, wat zit er nou toch achter die stroperige opschaling van die laboratoriumcapaciteit? Na zoveel maanden zou je toch inmiddels meer verwachten. Welke rol spelen nou precies die aanbestedingen daarin? Dat was ook zo'n raar verhaal, dat via aanbestedingen nog een heel uitgebreid traject zou moeten kiezen. Hoe zit dat precies? Voor de zorg en onderwijs is er inmiddels een voorrangsregeling, maar lijkt erop dat die alweer overbelast is, die snelteststraat. En de vraag is daarom, hoe lang duurt het voordat dit op orde is? En hoe zit het met de beschikbaarheid van testen voor andere cruciale beroepen? Zoals politie, voedselvoorziening. Want daar, als die de rekening moeten gaan betalen en veel langer moeten gaan wachten tot ze kunnen testen, heeft dat natuurlijk ook weer een fix nadeel. En waarom hecht het kabinet zozeer dat alles eigenlijk via de GGD's moet blijven lopen? Zou dat ergens toch geen lucht kunnen geven als bijvoorbeeld de politieorganisatie of een andere organisatie ook een eigen route zou kunnen kiezen? Voorzitter, dat is een vraag die ik graag ook aan de minister wil voorleggen. Dan over de mondkapjes. Dat zijn eigenlijk toch een beetje de twee thema's die er vanavond ook uitspringen. Die stroperigheid van die opschaling van die testcapaciteit. Maar ook de schimmigheid rond die mondkapjes. En eerlijk gezegd zag ik er een beetje tegenop, ook als ik weer lange brieven zag en de tijdtabellen. Op zich heel nuttig natuurlijk, maar beland je dan ook niet een beetje in een woordenbrei en een eindeloos debat waar je langs elkaar heen blijft praten, terwijl je eigenlijk allemaal het gevoel hebt van, er speelde al eerder dit jaar een beetje het gezond verstand vanuit de zorgsector die zei, waarom zetten we ook bij die zogenaamde vluchtige contacten toch niet gewoon die mondkapjes in? Dat hoorden we al volop en daarom wekt het best wel onbegrip dat er werd gezegd, nee hoor, dat is niet nodig. En nu lijkt het erop dat toch die schaarste wel een rol heeft gespeeld. En die schimmigheid hierover, je merkt dat dat eigenlijk knaagt aan het vertrouwen in de betrouwbaarheid van die adviezen. En ik wil dus heel graag ook een heldere reactie op dit punt vragen van de kant van het kabinet. Is eigenlijk toch niet de fout dat eerder het wel heel digitaal tegenover elkaar is gesteld. Ofwel het heeft met schaarste te maken, ofwel het is een louter wetenschappelijk oordeel. Terwijl in feite, juist als de risico's wetenschappelijk gezien klein zijn, bij de vraag of je nou wel of niet mondkapjes voorschrijft, wel degelijk ook natuurlijk de context van die schaarste een rol spelen. En hebben we nou niet een enorm rookgordijn aan woorden om dat eigenlijk te verhullen? Dat het in die tijd gewoon te digitaal tegenover elkaar is gesteld. Dat is de vraag die ons bezighoudt. En gekoppeld naar de toekomst, hoe zit het nu met ook het preventief kunnen inzetten van mondkapjes in de bijvoorbeeld de 6 regio's waar het nu zorgelijk is. Ik lees in de brief van de minister dat er wordt gezegd, we gaan kijken wat de mogelijkheden daarvoor zijn, wat dat doet met vraag en aanbod. Uit de brief van Verenzo vanavond zie ik dat ze eigenlijk zeggen, nou, dat kan gelukkig nu wel. Dat we ook al wat ruimer die mondkapjes ook inzetten in bijvoorbeeld de ouderenzorg. Hoe zit dat precies? Voorzitter, tot slot, tweede golf van besmettingen. Maar zegt de minister ook in zijn brief, nog geen tweede golf gelukkig bij de intensive care. En de vraag is wel, hoe is daar de voorbereiding? Is de zorg daar wel klaar voor? Hoeveel IC-bedden met personeel zijn er nu uiteindelijk beschikbaar? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Brenk namens 50+.